En welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate nummer 108. 108. En het is 2 maanden geleden dat we hier zaten. Dat is even serieus, dat is wel lang geleden, dacht ik. Zou je niet zeggen, hè? De tijd vliegt. Ja, in juli was er natuurlijk geen update vanwege onze vakantie. We hopen dat, jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad natuurlijk. Ik wel, Leon ook. We waren helemaal uitgerust, nu niet meer, maar we waren helemaal uitgerust. Het is gelukkig lekker druk. En dat zijn we heel blij mee natuurlijk. En dat komt mede ook doordat we gewoon continu nieuwe coole spullen krijgen. Dat is iets wat we echt gewoon zien. En wat ook tevens niet een probleem is. Maar er komen zoveel spullen uit. Dat gewoon en daarnaast zijn er heel veel goede spullen. Maar die raken ook snel uitverkocht. Ja, dat merken we rejoined. Echt. Ja, we hadden Rejoint Express. Hadden we best een heleboel. Allemaal weg. Socks hadden we. Fantastisch ding. Allemaal weg. Hadden we allemaal willen laten zien nu. Ja. Copper Silver Brass had een hele mooie versie. Uitverkocht, even niet leverbaar. Want dat is een beetje het probleem met tegenwoordig in Amerika wel. Wij als winkel moeten vaak voorbestellen. Dus het is niet zo dat er komt een nieuw artikel uit en dat kunnen we vandaag bestellen. En dan hebben we morgen. En als we nieuw willen, kunnen we weer bestellen. Dat zou ideaal zijn. Maar vaak bij de nieuwe items, bij de coole items, is het zo. We krijgen een mail. Hey, dat komt uit. Over 3 weken. Hoeveel wil je er hebben? Nou, dan bestellen wij er een aantal. Die 3 weken later krijgen we het. Dan denken we, hey, dat is een gaaf ding. Nieuw bestellen. Ja, en dan krijg je te horen, 2 maanden wachten eventueel. Soms wordt het van 2-3 maanden. Ja, en dat is natuurlijk wel jammer. Want dan, net als het een hype is en wij willen leveren, dan is het er niet. Ja. En om nou meteen te zeggen, zonder het artikel gezien te hebben, laten we er meteen 40 nemen. Ook geen goed idee, want zoals iedereen weet, zit er wel eens dingetjes tussen waarvan we denken, ja, mooi filmpje, maar niet zo geweldig. Ja. Dus ik hoop dat je dat begrijpt. Dus een tip, als je iets cools ziet waarvan je denkt, nou, dat wil ik echt een keer bestellen. Ik zou gewoon niet wachten en het bestellen, want dan voorkom je dit soort situaties. Ja. Ja. Nou, laten we beginnen met een gadget. En dat is dit. Wat is dit? Dit is de Smaller Smoke Pro. We hadden al de Notting, die hebben we trouwens nog steeds. De kleinste rookmachine. En nu is het de Smaller Smoke Pro. Nou, dit is een hele kleine rookmachine. Ik zal hem even aanzetten. Dan kun je hier een schakelaartje aan. En dan heb je een drukknopje hier. En als je daarop drukt, dan krijg je rook. Daarom heet het een rookmachine. Zie? En ook flinke rook. Daarbij zit ook een afstandsbediening. Afstandsbediening, ik leg hem even langs. Als je daarop drukt, rookt hij natuurlijk ook. Dat is het idee van de afstandsbediening. Onze andere versie, Notting, heeft ook een afstandsbediening. Maar die heeft geen handmatige knop. Dus die kun je alleen met afstand bedienen. Ja, maar Notting is ook iets kleiner. Deze heeft ook een andere functie. Dat is de timerfunctie. Oftewel de 5 seconden vertragingfunctie. Dat betekent, stel voor je hebt het om je pols zitten. Want er zit een bandje bij. En een klemmetje bij waarmee je dat mooi om je pols kan doen allemaal. Vertel ik zo meteen. Dan kun je zonder de afstandsbediening, kun je bijvoorbeeld dat ding om je arm hebben. Je drukt op een knopje. Ik druk nu op een knopje. 1, 2, 3, 4. 5 en je hebt rook. Hetzelfde overigens ook voor de afstandsbediening. Hij rookt dan ook 5 seconden, moet ik erbij zeggen. Ze blijft even roken. Hetzelfde voor de afstandsbediening. Stel voor, je wil de munt laten verdwijnen. Nou, je hebt allebei je handen daarvoor nodig. Dus je drukt op, op de afstandsbediening ergens. Dan pak je de munt en je weet dat binnen 5 seconden de rook gaat komen. Druk op de knop. Pak de munt. Pak de munt in je hand. Sluit je hand, bij wijze van. Dan komt de rook. Natuurlijk zit hij normaal om je arm. En dan is de munt verdwenen in de rookwolk. Fantastisch. Nou, maar dit is nog niet alles. Want, wat maakt deze zo bijzonder? Ik ga de hele verpakking er even bij pakken. Kun je het zien? We hebben namelijk een elastisch bandje. Daar zit hem al hier. Zo. We hebben de afstandsbediening. We hebben dit. We hebben rookvloeistof. We hebben de oplader. Een oplader is voor de rookmachine. Dit zit gewoon, zitten 2 batterijtjes in. Die is hiervoor. Maar we hebben ook nog een LED-set. Nou, wat is dat? Dat zijn ledjes. Ik pak even een willekeurige kleur. Ik heb ook geen idee welke kleur ik nu pak. Pak ook iets. Die kun je boven je rookmodule zetten en aansluiten. Zo. En dan heb je een led bij je rook zitten. Wat doet die? Nou, het is hier wel licht natuurlijk met alle lampen hebben die erop staan. Dan ga ik het ook een beetje proberen te laten zien. Als je hem aanzet. Kijk, staat hij op timer nu? Hij staat niet op timer. Ik wil even de gewone stand. Nee, ik pak even de timer. Waarom? De LED ligt namelijk langzaam op,
en dooft ook weer langzaam. Dus niet aan-uit. En dat kun je het beste zien met het stand waarin hij ook 5 seconden zelf brandt. Druk op de knop. 1, 2, 3, 4, 5. En je ziet, hij ligt op. Zie? Dus je kunt het hier niet goed zien, maar als je het in je handen hebt, tussen je handen heb je echt een prachtige gloed. En dan dooft hij ook weer heel langzaam. Nou, je hebt rood, geel, blauw, groen en wit licht. Je hebt 5 leds erbij zitten. Kun je hem ook zo gebruiken? Op de kop? Ja, kan. Kun je misschien via de tafel zien? De kleur. Ja, zie je de gloed inderdaad wel. Zie? Kun je echt goed zien hoor. En je ziet, we zijn nu het roken. En ik heb er, voordat we begonnen, één druppeltje vloeistof in gedaan. Dus met 1 druppel kun je heel veel roken. Ja. Nou, dit is de Smaller Smoke Pro. Nog, ja, je hebt gezien, je kan wel de leds gebruiken of niet. Dat is naar keuze. En voor de rest, ja, is een fantastisch ding. Heel goed gemaakt, ja. Dat weten we van de maker. Die maakt eigenlijk alleen maar kwalitatief goede dingen. En de prijs is helemaal geweldig. Het is trouwens een plaatje voor het idee dat je denkt, wat is dat? Dan kom je om je arm, dan zet je band er vast, kun je de rookmachine mee vastzetten. Alles in een mooie doos. Dan mag je raden wat het kost. 200 euro? Nee, geen 200 euro. 150? Ook niet. Wat kost die? Ik dacht... Ja? Ja? 135? 135 euro. Nou, goed, dan nog goed. Ja, ik vind het serieus. Superprijs. Ja. Exclusief voorlopig bij je. Dus dezelfde prijs als een... Als een Notting, ja. Alleen, ik vind dit nog beter. Ja, maar moet je... Notting is goed, maar ik vind dit nog beter. Smaller Smoke Pro. Opzij. Oké. Leon, heb jij nog iets? Ja. Blikje. Muntje. Oh, is al leeg gedronken zelfs. Muntje heb je? Dit wel een muntje. Heb ik een euro? Ja. Zou je deze willen signeren? Maastheft. Ik weet het niet wat hier. Oké. Smiley. En ik denk risico. Een berg met sterretjes. Zou het blikje ook even alle kanten laten zien? Dat is toch leeg? Dat is toch leeg. Als je iets te drinken valt toch niet? Muntje. Blikje. Onderkant. Ja, ik zie het. Hier wat ik elke dag doe. Jouw muntje. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat het is. Het is de Coin to Can. Ja. Even voor de verwarring. Er is een Coin to Can van onze collega's MagicShop.nl op de markt. Dit is niet de versie van Magic Shop. Dit is ook niet iets wat wij bedacht hebben. Dit wordt gewoon gemaakt. Mm-hmm. Dit is de Coin to Can. Laten we zeggen de eenvoudige versie. Zonder elektronica. Ja, en je ziet wat je ermee kan doen. Het enige verschil is dat het blikje niet onderzocht kan worden. Maar de vraag is of dat nodig is. Ik bedoel, moet je altijd alles helemaal laten checken? Of doe je gewoon iets cools? Ja. En ik denk zelfs, wat Leon doet ook wel in de winkel vaker. Laat het blikje eerst zien in de mensen. En mensen kijken, ja, blikje. Dat mensen weten nog niet wat ze moeten onderzoeken. En dan gaan ze... Maar het is wel risicovol. Ja, het is risico. Maar dat is blikje. Moet ik een blikje onderzoeken? En als je het daarna zou moeten doen, is het natuurlijk een ander verhaal. Dan weten mensen wat er gebeurd is en zouden ze anders kunnen zoeken. Ja. Dit is de Coin to Can. Kost €32,50. Ja. Goeie prijs. Er zit een muntje niet bij, die heb je dus... Nee, stift ook niet. Ja, je kan willekeurig een muntje lenen, dus signeren. Niks voor wisselen. Het is gewoon dit muntje, bam, in een blikje. En je kan hem zelfs ook... mag ik een blikje nog eventjes? Dat is hier. Alsjeblieft. Het is hetzelfde blikje overigens. Je kan zelfs ook dit doen. Dan pak je het muntje en doe je dit. Dan gooi je het muntje gewoon. Hoe doe je dat? In het blikje. Voor het idee, dat is ook een mogelijkheid. Dus je hebt eigenlijk 2 manieren waarop je het kunt doen. Ja, super makkelijk ook trouwens. Eigenlijk zelfwerkend, toch? Ja. Ik bedoel, als je dit niet kunt, andere hobby zoeken. Je mag even goed spullen blijven kopen, maar zoek een andere hobby. Oké. Okay. Ja, dan een dingetje wat onlangs uitkwam. Ik had het in Blackpool al wel gezien. Dit is de Balloonatic. Eerst was er een geschiedenis vertellen? Ja, ja. Eerst was er een grotere versie. Dat heette de Longtester. Zoals je kan zien, ziet het er ook heel mooi en ingewikkeld uit. Dit duurt ook een stuk langer om te maken. En
Dat is gecompliceerd. Daarom is hij ook wat duurder. Ja. Maar nou bij deze mensen zelf deze bedacht. Deze een stuk kleiner. Dus makkelijker mee te nemen en goedkoper. Ja. In principe is het hetzelfde, de werking. Maar de truc hiervan is eigenlijk dat je hier een ballon overheen doet. En je zegt tegen de mensen, probeer de ballon maar op te blazen. Dit apparaatje maakt het moeilijker. Dus jij probeert... Jij blaast zelf ook, hè? Jij blaast hem op, hè? Ja, jij blaast eerst zelf. En die ballon loopt... Wordt vol. Ja, loopt vol. Wat lukt. En dan zegt tegen iemand, zou je het ook willen proberen? Dus je doet dezelfde ballon over of een andere ballon. Dan blaast die persoon en die krijgt dan... Babypoeder in zijn gezicht. Talkpoeder, zeg maar. Ja. Ja. De beste poeder is Johnson's poeder, heb ik gehoord. Ja, maismeel, hè? Ik weet niet. Ja, babypoeder is de voedsel, maar Johnson's poeder. Oké, sommige mensen zeggen dat het Johnson's poeder met mais. Sommige mensen zeggen ook als je maismeel pakt, dat er in ieder geval ook geen chemische stof in zit, dat het een natuurproduct is. Maar dat is, ja. Wat hun zeggen is, als jij het hebt gezien, hè, de video. Ja. Daarom, dus je weet dat beter wat ze deze wordt normaal schoongemaakt met zo'n leidingspoelballetje, zeg maar. Deze kun je gewoon makkelijk schoonmaken met water. Ja. En een peperclipje om de gaatjes vrij te maken. Zeg maar. Okay, dat is wel één dingetje natuurlijk als je met toeschouwers werkt. Ik zou zorgen dat je in ieder geval of ontsmettingsdoekjes hebt. Dat je wel. Ja. Niet iedereen vindt het heel fijn als jij het in de mond hebt gehad en dan toeschouwer. Toevallig had ik gisteren deed ik voor mensen in routine een kaart naar de mond. Je kent allemaal wel, pak kaart. Hup, kaart in het spel en zit hij in je mond. Zei hij, ik vind dat wel erg onhygiënisch. Dat was voor de eerste keer dat ik het hoorde, maar ik denk, ja, nou ja, er zijn mensen die dat zo vinden. Dus dat is wel belangrijk, daarom doen we nu de truc zelf ook niet, dan zitten we allebei dat ding te blazen. Ja, in principe is het wel handig als mensen zeggen, mag ik een blikje onderzoeken, hè? Ja, maar je hebt dan nog mensen die het willen onderzoeken, dat is wel... Dat is een optie. Dat is een typische Leon-opmerking dit, wel goed. Ja, ja, dus dit is inderdaad met de ballon, dat is de bloementik, daar ging het even om. Oh, chips. 159 euro. Ja, deze was hetzelfde idee. Normaal blaas jij hier door en dan gaat het wieltje, de lucht gaat hier door, het wieltje gaat draaien. En het draait en het draait. Hebben ze mij ook mee beetgenomen. Als je op de website even divers lang testen opzoekt, zie je een filmpje erbij. En dat is niet gemaakt. Daar haalden ze mij naar voren en deze bij mij dit. En ik had het ding nooit gezien. En Diamond Jim Tyler was het, hè? Ja. Ja. Iedereen pakt dat in zijn telefoon. En dan draai rond. Kun jij dat ook? Ja, tuurlijk kan ik dat. En ik blaas echt. Nou, je ziet het filmpje en dan zie je het effect. Dus dat is bij deze. Hier draait een wieltje en ben je de toeschouwer niet. En dan krijg je gewoon een flinke laag talkpoeder erin. En daar is met de ballon. Dus dat is veel makkelijker mee te nemen. Ik had op het filmpje gezien dat ze het ook deden met een klein balletje. Ja, ja, die zit er ook bij. Je zit er ook bij, hè? Zit er een klein balletje bij? Daar heb je het deusje weggezet. Kijk maar eens. Ik kan laten zien wat erin zit. Op zich niet heel erg. En dan zweef je erboven, zeg maar. Oh ja, ik heb het niet geprobeerd. Maar als het goed is, kun je dan... Ja, ik zou het proberen hoor. Nee, hoef je het geen poeder. Nee, hoef je het. En kun je dat balletje er zo boven laten zweven. Ja, dus op de luchtstroom. Ja. Overigens, dus dat is ook leuk als je geen ballon meer wil gebruiken. Dan, overigens, mocht je het interessant vinden, die hebben ook nog 175 euro. Ja. Ik vind die wel cooler, als ik eerlijk moet zijn. Het ziet er echt ouderwets uit en iedereen heeft het nooit gezien. Het ziet er interessant en uit. Wat is dan mee? Ja. Dit is natuurlijk ook mooi. Ja. En als je wil kun je dit ook wat poetsen, zodat hij mooi blijft glimmen. Ja. Maar, normaal glimt hij deze ook, maar deze hebben we in de winkel gewoon al niet gebruikt, maar wel veel vastgehad. Dus je ziet hier wat sporen van aanraken, laten we zo noemen. Ja, nieuw blijft het toch niet. Het is gewoon een leuk ding. Ja. Leuk ding. Check even als je wil. Ja, lampje. Okay. Oké, mag je het doosje dichtmaken? Maakt niet uit trouwens, maar het is beter. Kun je het lampje daarin schroeven? Kom maar geen, hè? Maakt niet uit hoor. Spelkaarten. Ik zie hier al een handtekening op staan. Moet ik hier ook eens gestreept zetten? Maakt niet uit. Recycling noemen we dat, dat is maar even bewust. Jij mag ergens een kaart kiezen die je zelf wil. Dat je zelf wil. Mag niet uit welke. Ja. Heb je? Oké. Sorry, de camera laten zien. Ja, laten zien. Sorry. Ja. Leg hem op de stapel. Super. Heel goed. Kijk. Oké. Het idee is als volgt. We gaan die kaarten boven het lampje houden. Gebeurt er iets met het lampje, dan zou het jouw kaart wel eens kunnen zijn. Nou, sterker nog,
En dan ga ik ermee dat het jouw kaart is. Dus we doen eigenlijk dit. En hier gebeurt niks. Dus het lijkt niet jouw kaart. We hoeven niet het hele spel door als het goed is. Toch? Jouw kaart zit er nog niet bij? Als ik, oké. Okay. Steeds niet. Drie dagen later. Oké, okay, dan ben ik heel benieuwd. Welke kaart had jij gekozen? Schoppen 8, mijn lievelingskaart. Ook nog, toevallig. Ja, schoppen 8. Normaal spelkaarten. Dit is, laat je laten zien. Light van Michael Chatelain. Ik vind het een grappig dingetje. Ja. Ik vind het een grappig dingetje. Ik kwam uit en dacht, en toen zei mensen, oké, laten zien. Ik heb het niet echt de video gekeken. Sorry, heb ik nog steeds niet gedaan. En ik denk, het zal sowieso wel werken. En sindsdien doe ik hem zo in de winkel en sindsdien verkoopt hij ook gewoon heel goed. Ik vind het een grappig dingetje. Is het makkelijk? Ja. Ja, het is makkelijk. Is het een speciaal lampje? Nee. Ik kan een willekeurig lampje pakken. Is het een speciaal doosje? Ook niet. Waarom is het dan 39,95? Omdat je toch iets speciaals krijgt. Elektronisch. Wat dit daadwerkelijk. Dus wat krijg je? Ik krijg dit. Ik krijg dit. En één speciale gimmick. Voor de rest heb je dus je eigen kaartspel nodig. Overigens kan je ook, dat hebben wij natuurlijk niet gedaan, je kan ook gewoon dit kaartspel in dit doosje bewaren. Maar we hebben in de vitrine dit zo staan, dus dat hebben we niet. Maar je kan hetzelfde doosje gebruiken voor je kaartspel. Dan heb je maar één kaartendoosje bij je. Dat is makkelijker. Mooi, mooi, mooi. Ja, Light van Michael Chatelain. Nogmaals, 39,95. Zelfs bij een Limburg zagen, dat we heel overdreven spreken. Color. Prophecy. Ja, dat was ik even aan het zoeken. Pen. CPP. Sorry. Hele mooie truc. Ja. Ik zal even wat laten zien. Wat is het? Een envelop. Maar dat is niet alles. Hiermee ben je in staat om een... Ja, hoe zeg ik het netjes? Hiermee ben je in staat om een hele mooie productie te doen, zeg maar. Productie is iets raar. Productie is een beetje een spelling. Ja, want wat gebeurt er? Je geeft de toeschouwer dit kaartje. Ja, dit geeft de toeschouwer. Je zegt tegen de toeschouwer, pak maar een kleurtje. En je kijkt zelf niet meer, hè? Je kijkt zelf niet. De toeschouwer ligt op tafel. Je vraagt om de zin te kleuren. Dan mag je een ander kleurtje pakken. Dus dan ga je door tot het helemaal is ingekleurd. En als je wil, heb je dus dezelfde tekening die matcht dan. Maar het mooiste is natuurlijk als je zelf dan ook een petje op hebt. Een t-shirt, een stropdas en sokken en alles. Wat dan helemaal matcht. In exact dezelfde kleur. Ja. Ja. Dus even voor de duidelijkheid. Toeschouwer, pak zelf een stift. Hij kleurt alle onderdelen in. Ja. En jij hebt dat van tevoren al voorspeld. Ja. Echt, die envelop staat of een kaart of een bord. Maar het staat er echt gewoon heel op het podium. Inderdaad, als je kleding onder je echte kleding aan hebt, dan je zegt. Dit is eigenlijk de color match. Ja. Maar dan de close-up versie. Ja. Dus gewoon, ja, maar deze kun je ook voor steeds gebruiken. Ja, oké, maar het is wel, kijk, het zijn natuurlijk echt ook kleine stipjes. Deze kun je voor close-up gebruiken. Zie? Het is echt wel ook klein, kan op podium. Het zijn normale stiftjes. Er zit geen elektronica in de stiftjes, laat ik dat erbij zeggen. Je krijgt er ook nog extra stiftjes bij, nog vier. Ja, dus je kan, die zijn een beetje niet gebonden aan deze kleuren. Dus als je zegt, ik wil liever roze, dan haal je een blauw eruit bijvoorbeeld. En dan pak je hier een roze stift. En dan stop je erin. Dus je hebt een extra stift erbij. Extra stiften, mocht je ooit leeg gaan of wat dan ook, oranje kan ook, kun je altijd bijkrijgen. Nog meer belangrijke dingen die moeten vertellen. Ja, je krijgt deze kaartjes erbij, maar je kunt ook zelf eigen kleurplaten totaal iets anders gebruiken. Belangrijk vind ik, je hebt de versie met de stiften in de beker. Hebben we normaal ook die grote. Ja. Nou, als iemand daar met die beker husselt of die doet iets stoms, kun je in de problemen raken. Hier is het deze sowieso. Deze is safe. Ja, deze is safe. Ik bedoel, een kleurtje kan niet wandelen in een doosje. Dus die kan niet zomaar daar komen te zetten, je moet hem echt eruit halen en ergens anders erin stoppen. Maar ja, alles wat de toeschouwer doet, weet jij.
dankzij, sorry, we moeten toch zeggen, elektronica. Je weet exact wat er gebeurt. Ik wil niet te veel zeggen, maar je kunt ook zelf kiezen. Als kunnen we de prijs ook niet uitleggen. Ja, je kunt ook zelf kiezen, ja, ik weet niet of dat mag zeggen. Dat weet ik niet, ik weet niet wat je gaat zeggen. Je kan zelf. Als je twijfelt, moet je niet zeggen. Ja, ik zal het even niet zeggen. Maar in principe, ja, heel mooi gemaakt. Je wordt volledig gestuurd, het is super gemakkelijk. Ja. En voor die prijs, dan denk ik echt van. Ja. Aan de ene kant vind ik het gewoon jammer dat het zo goedkoop voor is, dat het voor iedereen toegankelijk is, zeg maar. Ja. Maar als je de prijs hoort, dan denk je van. Snel bestellen, ik hoop dat ze het nog hebben. Ja. Hij kost €149. Ja. En dat vind ik echt geen geld. Nee, je krijgt inderdaad de hele set compleet. Ja. Plus 4 extra stiften. Plus een hoop kaartjes. Plus een hoop bedrukte. Witte kaartjes, plus een hoop bedrukte kaartjes. Plus enveloppen. Ja. Reserve doosjes. Van deze zit ook bij ons. En net, weet ik veel, 50 keer op en dicht doen is misschien je randje niet meer zo mooi. Mm-hmm. Extra doosjes zit er ook bij. En voor alle onderdelen kun je altijd terecht bij ons. Mooie instructievideo. Ja, duidelijk instructievideo ook. Alles, alle elektronica die erbij zit, USB oplaadbaar. Gewoon goed gemaakt. Ja. En €149 is echt een goede prijs. Zeker. Dus we wilden hem eerst doen hier. We zeiden we kunnen hem wel doen. Maar dan lijkt het toch of het is afgesproken. Dus we kunnen beter even uitleggen wat het is. Want dat schiet natuurlijk niet echt op. Ik heb hier trouwens een mooie doosje. Zoals je ziet. Geen zin, kun je het horen. Pak zelf de kaaspan nog eventjes. Spelkaart is hetzelfde van net, want als het goed is zit hier de harde team met de handtekening steeds erin. Okay. Je mag ergens een kaart uithalen waar je zelf wil. Ja. En die mag je voorzien aan de grootte van een handtekening als je wil. Of iets anders. Dat mag je trouwens best zien, maar ook niet uit. Maar ik ga het wel een idee. Of iets anders inderdaad. De achtergrond hoor mijn telefoon rinkelen. Is helemaal niet erg. Ja, straks weer bed. Ja, daar is hem. Klaar voor hem. Terug. We gaan de kaarten nog grondig door elkaar schudden. En dan ga ik iets onmogelijks proberen, wat onmogelijk lijkt. Ik ga proberen jouw kaart om te draaien in het kaartspel. Nou, omdraaien bedoel ik, even voor het idee, niet zo, daar ziet niemand, maar ik bedoel echt zo. Je weet jouw kaart nog? Ja. Had de klaveren? Klaver 3, ja, ik had de klaver 4 van gemaakt. Oké, let op. Eén knip in de vingers. En jouw klaveren... Hey, klaver 4. Nee, verdwenen doet te zien. Ook hier aan deze kant. Dan zeg ik, ja, maar wacht eens eventjes. Het is vals spelerij wat hij doet. Er zit nergens een kaart, niks dubbel. Geen plakdingen, weet ik veel. Wacht eens even. Jouw kaart is gewoon verdwenen. Even voor alle duidelijkheid. Heb ik dat doosje nog aangeraakt? Nee. Ik heb het doosje niet aangeraakt, oké. Zou jij het dekseltje zelf af willen halen? Er zit namelijk in het doosje zie je een kaart, zie ik. Zal hem even uithalen. Mag jij hem zelf openvouwen? Het lijkt er verdomd veel op. Hij lijkt er wel op, ja. Maar dat is hem ook. Dat is hem ook. Dat is hem ook. Ja. Mooi. Out Effect. Nieuw doosje. Nou ja, nieuw. Je hebt het ook al een paar jaar. Vroeger maakte hij een schitterend mooi houten doosje. Dit is de enige echte originele... Kennedy Box van John Kennedy. Vroeger mooi van hout gemaakt. En ik weet niet waarom. Misschien omdat het een heel veel nagemaakte box is in landen als China en in Indonesië en die landen. Dat John Kennedy heeft besloten, laat ik hem van kunststof maken. Geen idee. Maar dit is nu de originele Mystery Box. Zeg dan Kennedy Box? Mystery Box, ja, sorry. Kennedy volgens mij was het idee omdat dit kun je niet alleen met kaarten doen. Dat is volgens mij de reden geweest dat hij het daar zo. Ja, je kan deze aanpassen bedoel je. Je kan hier ook een bankbiljet wat ergens verdwenen is laten verschijnen. Ja. Een voorspelling kun je daar laten verschijnen. Deze is inderdaad aan te passen. Dat klopt. Dat is vandaar dat hij volgens mij zo gemaakt is. Ja, dat zou kunnen. Ik moet ook wel bekennen dat ik nog niet instructies heb gezien. Dan kijk ik gewoon de basisroutine altijd Ik heb zo niet gezien, maar dat is volgens mij wat ik ergens... Ja, maar het zou kunnen dat inderdaad... Daar zullen ze absoluut uitleggen hoe dat...
Laat maar raden. Ja, een stukje video. Want ik vind het zo jammer dat die houten niet meer gemaakt wordt. Hè? Ja, ik ook. Ik zou graag nog zo'n mooie houten willen hebben. Ja, ja. Ja, ja. Als er iemand een originele mystery box heeft liggen van hout. Ja, laat me even weten. Leon heeft dat op zoek. Kost €76,95. Is het moeilijk? Als je hem doet zoals ik hem doe, is het niet makkelijk, maar wel te leren. Er zijn makkelijkere methodes. We hebben ook apparaatjes. Nee, hebben we niet meer. Maar je bedoelt kijk, de kaart is natuurlijk gevouwen daarin. Ja. Dus je moet hem stiekem opvouwen. Ja, heb je hem gevouwen? Ja, ik heb hem stiekem opgevouwen. En dat moet je leren. Maar je kan dat in het volle zicht doen, zoals ik het nu deed eigenlijk. En je kan het op een andere manier doen. Nou zal ik even niet de truc uitleggen. Maar ik kan je wel laten zien. Ga ik niet doen. Maar het kan ook op een hele makkelijke manier. Stel dat je dit koopt en je zegt, ja, ik ben niet handig. Ik durf het allemaal niet. Ik kan super simpel. Kan het ook. Zonder enige vingervlugheid kun jij exact hetzelfde. Maar dan kunnen wij jou uitleggen hoe. Ja, Mystery Box. John Kennedy. €76,95. Compleet met instructievideo online. En natuurlijk het mooie doosje. Ja. Okidoki. Heb jij nog iets liggen? Ik heb er nog eentje, maar die wil ik even bewaren nog. Dan heb ik, zeker, ik heb hier nog van alles liggen. Ik heb hier een... Xinghang Wanha. Ja. Geen idee wat dit is. Goedemorgen, staat hier. Ah, oké, sorry. Ja, ik heb het verkeerd om liggen natuurlijk. Ik heb gewoon totaal iets anders betekenen dan het verkeerd om liggen misschien. Ik heb hier een puzzeltje. Dat past precies. Kijk er maar dan eens, dan heb ik er een eromheen. Ja, dat doet. Even opzij. Ik heb hier een aantal stukjes. Ik zal dit even opzij leggen. En de bedoeling is dat je de puzzel maakt zonder te kijken. Nee. Kan je dat? Ik zie niet. Oh, zo bedoel je. Hè? Zonder te kijken. Zonder te kijken. Zonder te kijken. Ik vind het een vreemd verhaal wat je nu zegt, maar goed. Ik gok. Ja. Dat was hem. Ja, het is een puzzel, hè? Een puzzel. Puzzel moet je altijd even zoeken. Moet ook niet te makkelijk zijn, hè? Anders... Zo was hij. Ik snap ook niet waarom je hem overhoop hebt gegooid. Dat is niet nodig, was maar goed. Nogmaals, de puzzel. De puzzel. Ja. En nu gaan we iets doen. En dit opschrijven. Zo. Pakken deze drie stokjes. Die schrijf ik even deze kant op. Die gaan naar onder. Zo. En dan zien we... dat er een stukje mist. Maar bij de puzzel, zal je mijn handen licht laten zien, staat namelijk een extra stukje. En het extra stukje, dat kun je hier zo mooi tussen plaatsen. Gezien? Mm-hmm. Maar ik snap niet helemaal hoe dat nou kan, want... Oké, ja. Maar wat blijkt als je dit namelijk opschuift, zo... Ik pak dit stukje. En je zet naar hier. Dan kun je nog een extra stukje pakken. Die er ook bij zat trouwens. En dan kan hij hem weer zo mooi. Oké, maar kijk, op zich, dat snap ik wel. Dat is gewoon logica dat als je hem anders in het op plek is. Maar nu pas je vreemdelingen neer. Dat zou je zeggen. Tuurlijk. Geen piraat eromheen. Tada. Ja, ik ben zelf ook een beetje verwonderd. Maar dat is een hele mooie truc. Ja, alles kan gecontroleerd worden. En deze truc heet... Mind... Oh nee, Mini... Tangra. Mini Tangra Paradox. Paradox. Ja, fantastisch mooi gemaakt. Mooie verpakking ook trouwens, vind ik. Ja. Dat is tegenwoordig wel iets wat je ook veel ziet. Goede, mooie verpakking op rockertrucs. Beter dan al die zakjes... Ik snap dat het een kleine oplage is, dat is natuurlijk interessant, maar dit wordt gewoon heel goed gemaakt, machinaal gemaakt. Mooie zakje erbij ook, in principe helemaal compleet. Zelfs hier heb je een klein stukje erin gegraveerd, zeg maar. Dus dat hebben we allemaal erg mooi. Ja. Kost, we hebben hem voor een strakke prijs, vind ik zelf. Hij kost €99. Ja, als je kijkt op andere plekken, zal het ook toch wat duurder zijn. Ik denk voor alle leeftijden, daar hebben we nog niet opgezet, zie je. Maar is het moeilijk? Nee. Makkelijk te doen? Ja.
Je moet even de logica weten van de puzzel. Maar je schuift steeds iets door en als je dat weet, ja, is er niks aan het handje. Ja, top. Mooi. Okay. Wat zo doen? Ik spiek even naar die camera hierboven. Het lijkt me dat er niemand loopt, joh. Ah nee, loopt wel. Oké. Okay. Ik ga een hele update nemen. Ik was net ook aan het kijken, maar ik zag even niet het opnamelogo, maar die zit een rood opnamelogo op een rode mat. En een zie je het heel goed. Goed. Oké, okay, ik zal er nog eentje doen. Een kistje. Ik heb wat voorwerpen. Jij mag één van deze voorwerpen in het doosje leggen, het doosje dichtmaken. En dan, oh wacht even. Nee, ik heb een leuk idee, wacht even. Dan zegt hij, wat gaat hij nu wat doen, denk je natuurlijk. Of iets, een leuk idee. Oké, voor de volgende truc ga ik iets heel leuks doen. Wat ik namelijk heb is een klein doosje. Ah, potverdikkie, die heb ik nog niet aangezet. Ah, er stond een tijdvertraging. Ik wil het even laten zien. Er stond een tijdvertraging, mijn fout. Kijk, dat je bijvoorbeeld ook wat je met zo'n rookapparaatje kan doen. Kijk, nu zie je het natuurlijk gewoon zitten, maar stel dat je een kistje hebt. Maakt niet uit wat, en je doet het in de bodem, heb je natuurlijk fantastische roken ook aan een kistje. Sorry, ik had hem op tijdvertraging gezet. Ik wilde hem eigenlijk op deze stand zetten. Dat je echt kunt direct kunt roken. En je ziet zelfs hier zitten naadjes in het doosje. En dan zie je al door aan de zijkant het rook eruit komen. Kijk, als je dan... Ik bedoel, hoe magisch wil je iets hebben? Maar dat heeft niks met deze truc te maken. Oké, vergeet het even. Dit kistje, jij mag een van de voorwerpen uitkiezen. Ik kijk niet, mag je in het doosje leggen. De andere twee mag je even verbergen dat je ook niet ziet, anders wordt het weer heel makkelijk natuurlijk. Ik bedoel niet te veel herrie maken, maar misschien hooi in het. Ja, misschien zou ik het nog horen ook. Ja. Doosje dicht? Ja. Alles opgeborgen? Okay, denk even aan het voorbeeld wat je in het doosje hebt gestopt. Ik heb je er extra in laten stoppen dat ik het niet kan zien. Ik kan nu ook niks aan het doosje zien. Ik ga het doosje niet aanraken. Misschien dat je denkt, ik kan er iets aan zien. Ben je wel eens verloren? Verloren? Ja. Een knoop? Nooit een knoop verloren? Volgens mij, ja, niet verloren. Ik heb hem wel weggelegd. Oké. Ja. De knoop, zie. Je hoeft trouwens iets te vragen hoor, maar ik maak er een verhaaltje van. En zo kun je met elk voorwerp doen. Ja, we gaan je ook een beetje vertellen wat je krijgt. Je krijgt veel. Uitgebreide sets. Het heet True. Het is gemaakt door de Secret Factory. En True bestaat uit dit kistje. Wat krijg je erbij? Sleutelhanger, knoop, ring. En als het goed is, 6 pokerfiches. 5 pokerfiches. 5 pokerfiches. 5 pokerfiches. Ja, we kunnen hier niet omheen zonder iets uit te leggen, want story 6 heb je gelijk. Al pokerfiches, een mooie pokerfiches, kunststof, geen goedkope prul. In principe is dit systeem zo gemaakt dat als ik jou een fiche in je hand laat pakken, maak je een sluit je hand, zeg oké, je hebt een willekeurig voorwerp in je hand, op dit moment zou ik weten wat je in je hand hebt. Nou. Waarom heb ik dat niet gedaan? Omdat je dan iets om je arm moet hebben. Dat zit er keurig bij. Dat zou raar uitzien met onze korte mouwen. Het zou ook raar uitzien als ik hier met lange mouwen in de zomer een update zit op te nemen. Dus, normaal gesproken is de apparatuur die je erbij krijgt, zit om je arm, moet ik erbij zeggen. En hetgeen wat jou vertelt wat iemand heeft, dat zit nog ergens anders. Waarom? Omdat je dan zeker bent dat de toeschouwer niks meekrijgt van je informatieoverdracht. Maar hetzelfde ding wat om je arm kan ook in de bodem van dit doosje. En daar hebben we het nu zitten. Dus als de toeschouwer een voorwerp in het doosje legt, weet je ook wat het is. Dus je kunt variëren of om je arm of hierom. We laten de gadget even niet zien. Ik ga het niet uithalen, nou, dat vind ik te ver gaan. Maar je krijgt dus alle chips. Dus die zijn allemaal, je weet wel wat iemand dan pakt. De ring ook, de knoop ook en de sleutelhanger ook. Dit alles compleet.
Compleet met USB-oplaadkabels en alles wat je nodig hebt. Voor een hele mooie prijs weer. Wat ik aan de ene kant ook wel jammer vind, dat het weer voor iedereen sneller toegankelijk is. Ja. Zeg maar. €275. Ja. Echt mooi gemaakt. Ja, en we hebben de bodempje, het doosje hebben we mooier gemaakt. In principe is het gewoon een houten plankje, ik vond het niet zo mooi. We hebben hem nog mooi met velvet beplakt voor iedereen die dat interessant vindt. Net iets mooier. Dus True van Secret Factory. €275. Klein beetje opruimen. Zo. En alles zit ook. De elektronica zelf zit allemaal mooi hierin. En alles zit er bij elkaar in een blikje. Alleen deze past nog niet bij, maar alles past in principe mooi in je opbergblik. Ja, goed gemaakt. Ja. Wat dat betreft moet ik zeggen, dat zei we straks al, er zijn veel mooie, coole dingetjes op de markt. En dan moet ik zeggen dat we er wel bovenop zitten qua deze spullen, qua verkoop daarvan. Ja. Dat we gewoon heel snel die spullen hebben. En ook heel snel weer kwijtraken. Want soms, dit ook, trouwens hadden we een tijdje terug verkochten we dit als telepathie jeton, kwam dit uit. Dat hadden we in maart, was helemaal nog niet op de markt eigenlijk officieel. Toen hadden wij het al, en het is nu pas sinds 3 weken op de markt als onder de naam True. Want er was nog geen naam voor, daarom hadden wij een andere naam daarvoor bedacht. Maar nu is het officieel op de markt. Ja. Zo lang hadden wij het al. Maar dat geldt voor meerdere dingen. Moesten we alleen nog een video bij maken of niet? Of was het niet hierbij? Deze is compleet, een hele uitgebreide video bij. Uitgebreide video bij. Nee, er zijn nog wel andere dingen waar we video voor moeten maken. Die hebben we liggen. En vandaag komen er ook wel een aantal hele visuele coole dingen bij binnen. Ja, want dus soms zijn ze zo nieuw dat er nog geen video bij zit. Ja, nou, wij kopen vaak dingen inderdaad. En dan krijgen we een video van leverancier en die zeggen, dit hebben we. En dan zeggen, oh cool, doe maar. En dan krijgen we het kaal. Instructies, ja, die hebben we niet. We alleen even een video gemaakt hoe het eruit zag. Dus zo, en dan komt het pas echt veel later komt het op de markt. En dan hebben wij het al veel verkocht. Dus, wat dat betreft zitten wij er bovenop. Heb je bij ons weer altijd de nieuwste dingetjes. Alright. Tegenwoordig hoor je heel veel goochelaars dat ze trucs willen die zo min mogelijk broekruimte en zo bezitten. Back flat. Dus zodat alles makkelijk mee te nemen. Dus daarom hebben ze een kaartspel ontwikkeld. Nee, dat ziet er zo uit. En als je het laat vallen, dan verandert het in een kaartspel. En als je het zou willen, dan zou je het kaartspel dus ook zo kunnen openmaken en een kaartspel uit kunnen halen. En dat is Flatpak. Een Flatpak kost €38,95. Mooi gemaakt hoor. Ja. Makkelijk te doen. Stel wel even een kaartspel mee, eventueel. Ja, want je zelf dus de stijl pakken die deze eruit zien, dus de old style, dus dat zeg maar de klassieke doosjes. Dan kun je inderdaad echt flap openmaken en de kaarten eruit halen. Dus mooier. Ja. En makkelijker in de truc als je het kaartendoosje ook gebruikt. Ja. En je kan, als ik het zelf zou doen, zou ik, ik gebruik hem niet in mijn act, er is geen reden verder voor, mijn act is compleet, maar als ik het zelf zou doen, zou ik zo beginnen, foep, of op je hand laten vallen, boom, dan de mensen zeggen, ja, er zit echt een kaartspel in, ik zou allemaal trucs doen met kaarten, ik zou daarna de kaarten terug in het doosje stoppen, en dan de mensen zeggen, weet je nog, dat ik dat handig vond om mee te nemen, en dan het hele ding weer terug opvouwen, en in je portemonnee, en dan denken de mensen echt, hè, eerst haalt hij ze uit een ding waar het niet eens in past. En dan stop je terug in iets waar het niet eens in past. Ja. Kan ook. Wordt allemaal geleerd. Diverse moves en versies leren ze op de video van Flatpak. Ik heb nog geen video gezien, maar nee, ik hoop dat het goed erop staat. Ja, rood en blauw verkrijgbaar. Het heeft te maken met de rugkleur van je kaarten. Dat weet je ook. Ja, toffe ding. Ja, ja. Mooi. Flatpak. Leon, heb jij nog iets? Nee. Ik wil niet meer. Nee. Jij? Oké. Okay. Nope. Op maar. Maar niet maar. 21 september zijn wij aanwezig op de Vlaamse kampioenschappen. Of kampioenschap van Vlaanderen, moet ik even goed zeggen. Check even op onze contactpagina. Daar zie je altijd op welke beurs wij staan. Ook op in onze nieuwsbrief trouwens. Daar zijn we aanwezig. In Mol is dat 21 september. Wil je dat we iets voor je meebrengen? Laat het weten. Brengen wij dat uiteraard voor je mee. Er zal een update nog uitkomen in die week, dus er net ervoor. Maar het is wel fijn als je dat nu in je agenda kan zetten en niet pas 2 dagen van tevoren. Ja. Ja, daar zijn we bezig. Altijd een hele gezellige dag. Dus zorg dat je daarbij bent. Leuk, hebben ze lezingen. Er is een wedstrijd. Er is een avondshow bij. Dus meer kun je vinden op
via de link op onze website of anders. Mageia, M-A-G-E-I-A, Mol, even googelen, Mageia Mol. Volgens mij is het zelfs mageia-mol.be, maar dat weet ik niet zeker. Daar vind je alle informatie van de club die het organiseert. Klaar. Eerst de update na de vakantie staat erop. Ja. We gaan hem nu monteren en dan zie je deze vrijdag verschijnen. Dus als je deze kijkt, dan is hij er. Hey, groetjes. Doei. Bye.